Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben, als je de vorige weekvlog hebt gezien, dan weet je waarom. Echt super moe, ik slaap heel erg slecht. Ik ga vandaag naar mijn oma toe. Het is niet dat ik er tegenop zie, maar ik vind het wel een soort van moeilijk ofzo. Want je weet dat het een van de laatste keren is. Je wil eigenlijk dat alles gewoon normaal is, maar we moeten eigenlijk ook gewoon allerlei dingen regelen. En ja. Ik heb mijn nieuwe vest aan trouwens. Ik blijf het raar vinden, een vest. Het voelt altijd minder lekker dan een trui, maar ik vind het wel heel leuk. Ik ga even sporten, ik ben alleen een half uur later wat ik wilde. Ik moet nog best wel veel dingen doen, mijn haar is ook nog nat. Maar ik ga even mijn to-do-lijstje snel checken en dan ga ik. Welke date wist ik dat het ging gebeuren, maar ik kan niet tegen labeltjes hierin. Dus ik krijg altijd gaten. Dan denk ik, ja, dan stik ik dit wel weer dicht. Dat doe ik dan vervolgens nooit. Zo dom dit. Misschien kan ik het bij mijn oma even stikken. Maar ik kan hier gewoon niet tegen. Nou, het zonnetje schijnt. Ik voel me meteen... Eeuw! Die moet er ook altijd niet van de zon. Ik voel me meteen wat beter. Ik heb ook nog geen koffie gehad. Dus ik heb even koffie. En zijn beker heb ik ooit gratis gekregen. Vroeger kreeg ik echt veel dingen gratis. Echt leuk. Zo, mijn vorige vlog heeft maar 2500 weergaven in anderhalve dag. Echt bizar. Ik heb echt zo het gevoel dat ik het weer helemaal opnieuw moet gaan opbouwen. En dat het misschien niet eens meer lukt. Want er zijn natuurlijk tegenwoordig zoveel YouTubers en zo. Maar ik wil eigenlijk echt ook een vaste uploaddag. En gewoon het weer goed gaan doen. En waarom ik het nu wil, is omdat ik nu ook het gevoel dat ik het kan waarmaken. En als ik iets niet kan waarmaken, beloof ik het liever ook niet. Anyhow, ik ga dus gewoon lekker mijn sportstelling naar oma. Want als ik me ga omkleden, duurt het te lang. Ik heb nog even wat spulletjes meegenomen voor haar. Het is heel raar. Je wil allemaal dingen geven en denk je, ja, over anderhalve week is ze er niet meer. Het is zo vaag. Ik kan zeg maar best wel goed dan mijn gevoel uitzetten. Zeg maar heel verdrietig zijn, dus dat betekent niet dat ik het echt wegstop. Ik heb het dan wel een soort van verwerkt, maar natuurlijk eigenlijk tekort. Kan ik het soort van uitzetten en move on, zeg maar. Alleen, deze situatie maakt het dus heel moeilijk. Want je gaat oma nog zien. En dan komt elke keer weer dat pijnlijke besef dat ze er straks niet meer is, denk ik. Dus wat ik zei, ik wil gewoon proberen om... ik hoop niet dat ik hier trouwens te veel over praat in mijn vlog. Maar ik wil gewoon zo erg alles delen van mijn leven en dit hoort erbij. De vorige vlog was dus een uur. Maar in ieder geval, ik wil gewoon proberen om dan nog echt te genieten van dat ik daar ben. Dus ik wilde eigenlijk ook een spel meenemen. Maar ja, er zijn denk ik te veel dingen die we moeten doen nog. Of zo. Mijn moeder zei dat ze bezig is met een brief aan iedereen. Dus dan ga ik daar even mee kijken. Ik neem mijn oma's auto over. Voor wie het niet weet, de auto waar ik nu in rij. Is mijn opa's auto. Nou, ik heb geen tijd om goed te filmen. Maar ik ga trouwens best wel vaak naar de sportschool. Omdat ik net mijn haar heb gewassen. Ik kom echt zo helemaal fresh in de sportschool aan. Ik had mijn haar dus voor het laatst gewassen op donderdag. Dus ik had het ook morgen of overmorgen kunnen wassen. Maar in ieder geval dat je haar wassen dan je zo'n lekker fris gevoel geeft. En dan lekker body mist en zo. En dan voel ik me helemaal beter. Happier. Wat is iedereen chagrijnig? Gewoon nee, wordt het zo'n dag? Jongens, de zon schijnt alsjeblieft. Oké, ik ga nu sporten. Ik heb echt, het is echt heel erg. Ik denk dat ik weer in 20 minuten ga sporten, net als 2 dagen geleden. Het is namelijk 12 uur 48. 50 minuten rijden. Ik zei, ik ben er rond 2 uur. Dus ik wil echt niet later dan 2:50 zijn. In ieder geval, de auto waar ik nu rij is mijn opa's auto geweest. En die werd vorige keer zwaar afgekeurd. Het ging naar een andere APK-dealer. En die had hem zeg maar goedgekeurd. Want ik hoefde maar één klein dingetje te doen. Dus ik ben heel erg bang dat die nu weer echt extreem gaat worden afgekeurd. Dus ik mocht mijn oma's auto overnemen. Maar dat gaan we straks ook regelen. Ik vind het zo jammer dat mijn oma niet van... de vlog houdt, want ik had zo graag nog wat dingetjes willen vloggen. Ik kan er zo erg van genieten om dat soort dingen terug te kijken. Oké, haar vast, water mee, sporten, let's go. Stoppen met ouwe hoeren. Dat was kort maar krachtig. Ik geloof echt wel dat je... Kijk, ik val echt nul af. Ik word eigenlijk alleen maar zwaarder. Wat normaal is, maar ook dikker de laatste tijd. Can't help it, komt door stress bij mij. Maar ondertussen bouw ik wel heel erg veel spieren op. Dus ik geloof gewoon dat het uiteindelijk ze vruchten gaat afwerpen. Ik merk het alleen gewoon dat het altijd ietsje strakker voelt. Maar ik heb gewoon best wel veel vet om mijn lichaam op het moment. Dus ik merk er niet heel veel van. Maar ik moet eigenlijk ook gewoon weer lekker gaan rennen en dat soort dingen. Maar goed, ik heb veel minder pressure erop. Sinds een paar jaar of zo. Een jaar? 2 jaar? Zoiets? Ik weet niet. Maar ik kan wel steeds meer. Ik doe met mijn benen bijvoorbeeld echt 103 bij die recht naar buiten, weet je wel. Dus I'm growing, zoals ze dat dan zeggen, toch? Ik geloof als je 3 keer in de week sport dat 20 minuten of 25 minuten best wel oké is, zeg maar... Geen echte pauzes, gewoon door eventjes al die spiergroepen weer activeren. Elke week proberen iets zwaarder te gaan. Dus ik denk dat het prima is. Maar er zijn vast wel weer mensen die zeggen dat het niet goed is. Maar ik denk dat dat wel, dat de herhaling zeg maar heel goed is. Al doe je het niet super lang. Nou, nu ga ik rijden. Ik ben er 2:06. Ik wil eigenlijk nog een matcha latte halen. Dat moet ik eigenlijk niet doen, dan ben ik weer later. Maar... Stam plus D, min D plus N. Oké, lelijk stuk stront. Ah. Ja, die is leuk, hè? Dat is voor jou ook. Dat moet je terug hebben natuurlijk. Ja, over 2 weken kan ik het weer terugnemen. Ja, behalve als iemand anders het mee had.
Ik heb nog zo'n heerlijke kaars meegenomen. Ik weet niet of je het redt om hem op te branden, maar... Nou, er staat daar een andere. Is dat dezelfde? Is dat dan iets klein? Nee, dit zijn hele leuke, dit zijn hele mooie kaarsen uit Amerika. Mm. Die vind ik altijd heel lekker. Mm. Zet maar neer in plaats van die andere. Dan kan je, nou ja, zoveel mogelijk branden. En als je niet opkomt, dan neem ik hem wel mee. En dit is er nog een zeepje. En als hij niet opkomt, neem ik hem ook wel mee. Ga ik met jouw zeep wassen. Zo, bijna 5 uur. Nu was oma gewoon moe en wilde ze nog even liggen, want ze moet straks aan haar antibiotica en dan mag ze een uur niet liggen. Het was heel erg fijn. Want het is echt heel erg fijn. Het was, ik heb niet gehuild. Ik heb ook echt niet heel veel moeite gehad om mijn tranen in te houden. Ik heb gewoon mijn mindset een beetje ingesteld op dit is gewoon hoe het is. Oeh, ik kan mijn raam open laten staan. Koud. En ik wil genieten van de laatste tijd met oma en haar ook steunen door niet alleen maar te gaan huilen en verdrietig te zijn. Dus dat was gewoon fijn. En ik zag een super mooie lamp in de gang hangen. Ik had aan oma gevraagd of ik een ketting of iets van haar mocht hebben. Echt, maakt geen reet uit wat voor ketting, maar die ik dan kan dragen. Maar uiteindelijk zat er 2 en ik vond ze echt niet mooi. En dan denk ik, ja, dan kan ik ze in de wc hangen als ze er aan denken. Maar dan heb je dan ook, is ook een beetje zonde. Kan het beter naar iemand gaan die het wel mooi vindt. Maar ik zag een super mooie lamp. Dus toen dacht ik, nou, hoe tof is het om die lamp bij ons in de gang te hangen. Dat is pas een mooi aandenken. Elke keer als je binnenkomt zie je dat. En ik had verteld over de tattoo, heb ik dat ook aan jullie verteld? Dat ik dus, dat me een heel mooi idee leek. Wat ik dus, van heb ik niet gezegd. Ik wil heel lang een hartje op mijn pols hier. Maar eigenlijk lijkt hier of hier me mooier. Maar ik vind dat zo betekenisloos en standaard. Dus toen dacht ik, wat nou als oma een klein hartje tekent? En ik die laat tatoeëren, gewoon heel klein. En misschien wil Maaike of Susanna het ook wel doen. Dat zou ik echt een super mooi gebaar vinden. Ik vergeet om nu dat hartje te tekenen. Maar ik zei tegen oma, je haat tattoos toch? Zij zei ja. Toen vertelde ik dit idee. En dat vond ze niet verkeerd. Dus, nou ja, we hebben mooie gesprekken nog gehad. Bijvoorbeeld dat ik zei, nou ja. Ik ging dus niet huilen. Maar uiteindelijk lag oma. Ging me even zo knuffelen. Lag ik bij haar. En dat was echt zo fijn. En toen ging ze dan, nou dan ben je elkaar een beetje zo aan het aaien. En toen zei ze nog allemaal lieve dingen. En toen moest ik natuurlijk wel huilen. Maar gewoon, nou ja. Ik lag met mijn gezicht weg van oma, dus niet dat ik dan helemaal daar zat. Maar ik kreeg gewoon wel echt, nou ja, tranen dus kwamen wel uit mijn ogen. Maar het was een heel mooi moment. Toen zei ze ook van, dat ze het zo jammer vindt dat ze mijn kindje niet meer kan zien. En ook niet die van Olivier, dan die van mij, ik weet je wel zo. En ze weet gewoon hoe graag ik dat had gewild. En we hebben het er ook over gehad. Gewoon hoe fijn het voor haar is dat ze straks die pijn niet meer heeft. En dat ik het begrijp. Dus, maar toen had ik het erover dat het me heel mooi lijkt als ik een dochtertje krijg later. Om dan haar tweede of derde naam naar mijn oma te vernoemen. Want het is eigenlijk ook wel gewoon een hele mooie naam, Madeleine. En toen vertelde ze dat ze de hele, tot het eind van de basisschool of zo, haar eigen naam niet kon uitspreken. Dat kon, Madeleine, ik weet niet meer. Maar in ieder geval heel lang kon ze dat niet. En toen hebben haar ouders haar Madelief genoemd. En schappig, want vroeger wilde ik heel graag mijn kind Madelief noemen. Moet ik hier naar links? Voordat ik verkeerd ga. Ja, maar de lief is echt, was echt een naam die ik heel mooi vond. Dus dacht ik, nou, dat is ook wel een leuke info. Misschien is dat dan weer een mooie tweede of derde naam. Maar goed, dat zijn allemaal dingen voor de toekomst. Dat weet ik niet. Maar daar hebben we een beetje over gehad. En nog wel van alles. Ik heb het nu heel koud en ik ben moe. Ik ben wel trots op mezelf dat ik me gewoon groot weet te houden. Zonder dat ik echt emoties onderdruk. Want dat doe ik niet. Het gaat gewoon. Het gaat. En het is gewoon heel fijn om haar kusjes te geven. We hebben het ook over gehad op het moment van euthanasie. Ze hoort morgen of die dag dan doorgaat. Heb ik ook hebben we nog besproken over dat zij dus niet wil dat we echt bij het moment zijn. En dat begrijp ik eigenlijk ook wel. Maar heb ik wel aangegeven dat ik er heel graag daarvoor bij wil zijn. En dat mag dus gewoon. Dus tot de arts binnenkomt om haar een drankje te geven. Een pilletje en daarna een spuitje. Mag ik dus gewoon... kleinkinderen zo mogen er dus dan wel zijn. Dus haar laatste uur of zo, of wat dan ook, kunnen we haar nog zien. Dus dat vind ik ook wel fijn. Nou, morgen ga ik wil niet te veel hierover praten, maar ja, dat is wel gewoon hoe mijn leven nu is. Morgen ga ik dus weer naar naartoe. Want dan ga ik met mijn moeder, ga ik zaterdag weer naar naartoe, met Hil. Dus, en dan nemen we ook de auto mee.
Helma vindt het ook een fijn idee dat ik die auto overneem. Dus het voelt zo raar alsof je dan iets wil hebben, maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon... Deze auto is bijna het aan me geven en dan vind ik het een hele mooie gedachte om verder te rijden in die auto. Wat ook nog grappig, we hadden het erover dat toen ik de auto van mijn opa kocht, dat mijn opa toen nog helemaal ging onderhandelen de laatste... Het waren trouwens een paar maanden voor die dood ging, zagen we. Ik heb die mailtjes teruggelezen en moest er zo hard om lachen. Dat mijn opa gewoon helemaal nog zei, ja, dit is de waarde en dit ging niet helemaal zo'n verkooppraatje houden aan mij om... En zo goed mogelijk bedrag nog zijn auto te verkopen. Echt hilarisch. Uiteindelijk heb ik het gewoon voor een chill bedrag overgekocht. Maar nou ja. Dat was heel fijn. Ik zal nu stoppen met kletsen. Dat is alweer veel te lang. Joep. Nee, ik vind het oprecht echt een heel leuk game. Ik dus ook. We gaan gewoon met z'n drietjes. Ja. Ik vind het echt heel leuk. Nou, geweldig. En we waren bezig met de dozen. En ik had echt iets van nou. Hey Kiko, sorry schat. Waarom bewaar ik dit? Waarom bewaar ik dat? Dus we hebben best wel wat dingen weggegooid. En bij de skischoenen had ik iets van elke skischoen waar de zool bijvoorbeeld een beetje schuin al afgesleten was. Of dat in de bovenkant hier een stukje stuk was of zo. Deze is dus weg. Dus ik was bang dat ik jouw skischoenen ook al weg had. Ja, daar was ik ook bang voor. Ook omdat, ja. En Lisa heeft ze ook gedragen volgens mij wel. Ja, klopt. Zaterdag waren we bij mijn moeder. Toen had Lisbeth ons aangeboden van... Kom wanneer je wilt. Op en ik hebben ooit een video gemaakt hoe je dit maakt. Weet je nog, Bob? Ja. Ik maak het niet altijd hetzelfde. Nee? Ik heb de lente uitjes voor jou weer gedaan. Lekker. Salata. Het is ook bijna echt. Lekker zeg. Ja, dit is een hele goede pannenkoek. Niet van de supermarkt. Nee. Wow, lekker. Maar heb je dat van Francesca kookt? Zij doet alles met dat. Zij was Gellico. Bij ons. Oh, leuk. Dus van haar heb je van Gellico. Als je goed kijkt, is het een soort van monniks. Zie je dat? Ja. Met zo'n dingetje alsof het een monnik is. Smaakt het naar hazelnoot? Nou, weet ik niet. Lekker. Raak maar. En wat zij dus doet, zij doet ook de lange vingers met die van Gellico. En die doe ik met een... Chocolade koffielikeur. Oh, heb je die ook? Ja, die liet mama net zien. Is dat chocolade koffie? Ja. Die ook op. Oh, dat is ook lekker. Ja. Dan ga ik naar witte chocola. Dat is heel maar er zit geen melk in. Nee, wat je hiermee maakt namelijk, is zabayone. Is dat? Dat is zabayone, een soort ei met suiker. Hm? En dat doe je op bain-marie op het vuur water, hè, moet het kloppen zo. Een soort meringue. Nee. Meringue. En dan wordt het een soort custard, vanillevla. Mm. Doe ik verse vanillestokjes in. Lekker, heb je gezien? Nee. Ja, ik weet hoe vanillestokjes eruit zien. Nou, maar heb je zoveel als mijn vanillestokjes? Ik denk het niet. Terwijl papa's vanillestokje pakt trouwens, wou ik nog zeggen jongens. Nou, maar dat zijn niet die van Albert Heijn. Volgens mij heb ik dus wel buikpijn gekregen van die lactosevrije kwark. Want ik had gisteren buikpijn en vandaag weer. Mijn buik was helemaal opgezet. Dus ik denk dat ik er toch niet tegen kan. Terwijl ik wel tegen je melk kan. Kijk. Kijk. Dit zijn de grote. Wow. Dat zie je als niet, maar het zijn de grote. Jawel, ik moet hem even goed. Kijk. Helemaal vet. Vet van de... Van hier. Zo. Ja. Dus ruiken. Niet wat je bij de supermarkt koopt. Zo, wat een verschil. Die zijn ook heel... Oh. Ja, oh. Ja. Dit ruikt naar mijn parfum. Ja, het is geweldig. Oh, je als je dit openschraapt en de crème haal je eruit van die vanille en dat doe je dus bij... Ik krijg dus een heel goed idee ineens. Wat? Nou, ooit wil ik dus mijn eigen parfum op de markt brengen van vanille en dan moeten we deze gebruiken. Ja, weet je, dus dit, je moet gewoon bij Amazon de pot gaan kijken. Oh, Amazon deze. Maar het is dus hele lekkere vanille. Maar het is niet die droge dingetjes die je in zo'n dingetje koopt bij de supermarkt. Maar dan moet je gewoon die grote vanillestukjes hebben. Goeie tip. En die zijn zo lekker. Zo. Als ik ook tartare maak of ik maak een custard. Ja. Kijk, papa heeft net een goede tip gegeven. Hij heeft een belastingaangifte. Hier deed ik inloggen. En dat heb ik allemaal. Kijk. Thuis drinken wij ook altijd uit mooie glaasjes. Die heb ik bij de kringloop gekocht, weet je wel. Allemaal, ja. Dat zijn altijd van die supermooie. Mooie, supermooie. Jongens, ik heb een nieuwe zorgverzekeraar. Dit is geen spon. Welke zorgverzekeraar hebben jullie? Ik ben wel benieuwd. Ik zat dus bij National Academic. Maar toen deed mijn moeder dan nog altijd voor me. Dat is echt erg. Kiekeboe moet ook lachen. We hebben net geapplaudiseerd voor mij omdat ik 29 jaar ben en voor het eerst mijn eigen zorgverzekeraar heb gekozen. Hey. Maar toen was het dus zonder dat ik het wist overgegaan naar VGZ. En toen kwamen we erachter dat als ik iets doe het eigenlijk niet vergoed is. En alles wat ik vergoed krijg, dat gebruik ik niet. Dus mama en ik dachten dat ik nog lenzen en brillen vergoed kreeg. Kreeg ik helemaal niet. En nou ja, het was echt geldverspilling. Dus nu heb ik dan 100
27 euro per maand. En dan daarin zit dan de basis en voor 2 euro per maand in 95. Tand, ongevaldekking en ook in het buitenland. Ja. Maar ik ben wel benieuwd bij welke zorgverzekeraar jullie zitten eigenlijk. It's bedtime. Oké, wat heb ik allemaal? Laptop. Telefoon opladen. Ik heb nog steeds mijn sportkleren aan. Oké, Lina. We gaan even kijken of mama mijn skis en skischoenen nog heeft bewaard. Ik denk het wel hoor. Zeg maar of die ze heeft gevonden ook echt van mij zijn. Ski. Ja, dat zijn mijn skis. Oh, ik heb dat nog niet verteld, maar ik ga binnenkort op wintersport. Duurt nog wel even hoor. Dit zijn mijn skis. Dat zijn volgens mij niet mijne. Ik had rode clips. Dan gaat die toch lekker... Nee, dit zijn niet mijne. Gaat zo. Weet ik bijna zeker. Heb je nog andere opties? Volgens mij zijn dit jouw schoenen. Nee, deze zijn het sowieso niet. Die clips waren rood. Dit zijn ze 100% niet. Van papa, denk ik. Nee, niet van papa. Dit kan, maar ik dacht dat ze anders waren. Die zijn erg groot, hoor. Het zijn wel rode clips. Ik dacht dat ze helemaal wel dit waren. Het zijn wel erg groot. Heb je die er niet tussen staan? Is dit de enige? Ja, verder van mijn schoenen nog. En die van papa. Oh, het is zo lang geleden. Even kijken of deze hierin passen. Nou, nee. Oh, ze moet eerst een laag. Oh ja. Maar ik ski volgens mij ook met stokken, toch? Ja, die skistokken hadden we altijd andere. Dus dat weet ik niet. Is dat goed? Voelen? Zeg hoor. Ja. Oh, inderdaad. Dit zijn ze. Hoogte. Hoogte goed, ja toch? Oh, weet je hoeveel jaar ik niet heb geskiet, hè? Ja. Ik had het laatste. Nee, 7 jaar of zo? Nee, 5 jaar oud. Of ik het nog kan? Kan heel het. Nee, heel kan niet skiën. Wat? Met de bles, we willen dus misschien een snowworld en dan kan ik dit meenemen. Oh ja, dat is slim. Deze zijn wel hoog, maar ik hou van hoog. In Saint-Gervais ligt helemaal geen sneeuw, hè? Oh jongens, ik ben moe. Oh ja, er is een kans. Ik sta de hele tijd op die camera, wat ik niet uitzien. We hebben er is kans dat er geen sneeuw is, trouwens, dat ik dit allemaal voor niks meeneem. Vreselijk met sneeuw. Ja. Oh, dan moet ik kies gewoon er nog uit halen. Maar dit krijg je toch wel in de auto? Ja. Zeker. Weet je het nu of morgen doen? Wat? Nou, blij dat het gelukt is. Het voelt helemaal alsof ik een ski-outfit aan heb, maar wel niet warm genoeg. Dit? Zeventje heb ik dus voor oma uitgekozen, hij was in de zeil. Zweef weg naar Dromenland op dit wolkje van lavendel en havermelk. Dat is toch heerlijk? Oh, lekker ruikt het. En hij heet Sleepy, het is zodat ze lekker op ons slaapt, maar ze wil niet. Oh, heerlijk. Ja, die mag hem ook wel hebben. Oh, heerlijk. Ja, dat kan ik ook. Lekker schat. Ik heb dan weer mijn lensdopje en dan ben ik die weer kwijt. Waar? Van mijn camera. Nou ja, geen idee. Maar waar heb je mijn lensdopje dan? Weet ik niet, maar gelukkig zit mijn hoofd wel vast aan mijn lichaam. Maar in dit huis? Ja, ik had hem net nog. Waar ligt hij? Ik heb hem. Lekker een badjas hier zelfs. Ik ga niet meer wat, want ik ben zo moe. Ik denk de ontlading. Ik ga lekker bij je ouders zijn en oma hebben gezien vandaag ofzo. Dus ik had het gevoel dat ik voor de eerste in de week weer een beetje normaal ga slapen. Dus neem ik lekker mijn laptop mee. Naar boven. Dan ga ik misschien nog even een serietje kijken tot ik in slaap val. En dan morgen in bad. En dan ga ik morgen hier maar in bad. Maar ik heb een oude opgemaakt en ik dacht, ja, ik kan beter eerst die oude opmaken. Deze. Volgens mij was het iets met... Het was iets geks, een soort kruid of... Ik weet het niet meer, maar je ziet ook een paar stukjes. Of de zeewier, ik weet het niet meer. Ik heb wel een ontbijtplankie. Een broodje, ik had best wel trek, terwijl we gisteren echt best wel veel lekker hadden gegeten. Met tomaatjes. Oh, ik had hem verkeerd ombelegd. Hier zijn de tomaatjes. Kaas. Hier heb ik 3 kwartier, dan moet ik naar oma. Dus even snel chilling time. Het is eigenlijk zonde om deze nu te gebruiken, want ik heb er al spul in bad. Maar dit is dus een oude. Hé, hey, er staat lusje in. Oh, deze ruikt super lekker. Helemaal niks met jou te maken. Want ik heb dat overzicht niet. Deze verhaallijn zo saai. Nu zie je trouwens heel erg. Ik moet eigenlijk toch terug naar de kap, maar ik wil niet. Dus ik wacht maar gewoon tot de volgende keer. Zie je het? Geel. Oranje. Even mijn koffie opdrinken en dan een maskertje, want ik kan geen koffie met masker.
Ik ken het liedje van Bluff helemaal niet. Over het verlies van een kind. Nou ja, goed onderwerp. Het is oprecht super goed deze hoor. Heel dun. Super pluizig. En nu? Super goed. Nou, het liep allemaal een beetje vaag. Ik was een paar minuten later, dus ik reed er tegemoet. Maar de zus was er ook, dus die is meegelopen. En ik ben nu naar oma's huis aan het lopen. En mama is er dan hopelijk ook. En we hebben een afspraak met de begrafenis onder die. Eigenlijk iets te vroeg, maar toch. Nee, ik zeg, ik heb een slappe lach om de hartjes. Je bedoelt dat die ruimte niet... Oh, daar komt iemand. Weer? Mama, wie is dit? Een vrouw. Ach, dat is mijn huisarts. Oh, dat? Nu al? Ja. Dit is mijn oudste dochter. Ja, ja. Ik heb toch veel met haar vader. Zo. Ja, mam, ik was ook, ben ook heel blij dat ik erbij was. Want, hoe heet het? Ik ben nu wel bij twee hele belangrijke momenten geweest. En ik ben ook heel rustig. En dat is voor oma ook heel fijn. Ik ben gewoon heel rustig. Het kost me geen moeite. Ik weet niet waarom. Maar de datum staat nu dus vast voor de euthanasie. Dus volgende week vrijdag om 3:00. Dus nou ja, dat is wel zekerheid. En zekerheid is op zich wel fijn. Dan kunnen we eigenlijk ook tegen die begrafenisondernemer zeggen dat de begrafenis de week erna ook door kan gaan. Zodat we die datum in ieder geval kunnen plannen. Ja, ik denk nog steeds dat 1:30 mooier is dan 1:30. Maar goed, als jij dat heel graag wil. Maar we moeten nog met oma van alles bespreken. Ik ben nu weggegaan, want straks komt er dus weer iemand over 5 minuten. We hebben nogal mailtjes gestuurd naar mensen. Hallo jongens, ik heb alleen een bolletje kaas vanochtend gegeten. Ik ga echt... Ik heb honger. Ik zeg, ik ga dood van de honger, maar ik heb dus niet zoveel zin om het woord dood te gebruiken. Ik ga nu naar huis, het is 3:00. Best laat al. Het gaat super snel. Het was wel een hele goede dag, want ik ben bij oma, zeg maar. Ik heb trouwens dit ook nog meegenomen. Ik vind het echt niet mooi, maar ik weet dat ik het als kind altijd heel fascinerend vond, weet je wel. Ik kan ook niet zeggen het geluid, maar er zitten allemaal van die poppetjes in, dus... Ja, ik neem liever iets wel mee. Andere mensen hechten volgens mij niet zoveel waarde aan spullen en denken alleen maar het is troep. En ik heb iets van, nou ja, dit soort kleine dingen. Al zet je het in je wc als soort altaartje, ik vind het leuk. Dan heb ik tenminste nog een herinnering. Ja, ik ben dus bij twee hele belangrijke momenten geweest vandaag. Eén, bij het bespreken met de begrafenisondernemer. Ik heb een klein stukje gevlogd, of mijn camera aangezet, toch wel. De hartjestattoo is compleet mislukt. Oma kan geen hartjes tekenen. Ik ga echt stuk, maar dit ga ik niet op mijn lichaam tatoeëren. Dus daar moet ik een andere oplossing voor bedenken. Maar we hebben dus alles doorgesproken en op heel veel dingen nog geen antwoord gegeven. Want oma kwam pas de laatste minuten erbij bij het gesprek. Maar ik heb meegeschreven. Ik vind het gewoon zo fijn om dan zeg maar een aandeel te hebben in zoiets. En ja, vind ik heel prettig. Maar ik heb meegenotuleerd eigenlijk op mijn telefoon. Dus ik weet nu precies wat oma nog moet beantwoorden aan vragen. Maar ik kan gelukkig best wel goed aanvoelen als het te veel wordt voor mensen of te druk. Dus ik merkte van oké, je kan wel gaan doorratelen nu. Maar het komt wel, ze is er nog eventjes. En dan vraag ik liever elke dag rustig even één dingetje of zo. En dan... Uiteindelijk maakt het er ook allemaal niet heel veel uit. En heeft ze iets van ik ben er niet meer op die uitvaart. Maar goed, ik heb een hele lijst met punten. Ik weet niet of het leuk is voor mensen te weten wat we nou allemaal bij een begrafenis komen kijken. Misschien kan ik het straks nog wel delen. Maar ik weet trouwens wel uit mijn hoofd. Ze moest het bijvoorbeeld hebben over wat voor auto ze wil. Nou, ze wil geen zwart. Dus dan werd het zilvergrijs. En ze hoeft ook geen duurdere optie. Dus dan de goedkoopste. Mijn moeder en ik vroeg het. En dat kost al €500 of zo voor een auto. Bizar. Ze wil dan een kist die goed is qua milieu. En dan wil ze gewoon de licht eikenhout of zo. En daar gaan we op tekenen. Nou, dan moeten we nog op alle enveloppen de adressen gaan schrijven. We moeten de rouwkaart gaan ontwerpen. Dat wil ook mijn tante wil daar dan ook wel bij zijn. Waarschijnlijk. Die komt morgen toch uit Frankrijk. Een foto zoeken voor erop. Oma had ergens... zegt, ik heb toch wel ergens iets opgeschreven wat ik graag voor mijn uitvaart wilde. Toen mijn opa overleed of zo. Nou, het bleek alleen 3 liedjes te zijn. Maar goed, het zijn toch 3 liedjes. Willen we wel of niet wat foto's afspelen tijdens de begrafenis? Wie willen er allemaal praten? Ik heb in ieder geval aangegeven dat ik dus niet de... ceremoniemeester wil zijn. Grappig, die vrouw zei ook, ja, ik zie hier staan dat bij je opa dat inderdaad een kleinkind de ceremoniemeester was. Dus ja, ik herinner me ook gewoon bijna niet meer. Dus ik wil dat dit keer niet doen, want je kan op die manier niet genieten van het moment en het echt ervaren, zeg maar. Dus dat is wel fijn dat ik dat niet hoef te doen. Ik wil wel iets zeggen, maar ja, dat is allemaal voor mezelf. Dat moet ik nog gaan schrijven. De euthanasie, de dokter kwam langs. Dus echt, ik heb best wel bijzondere momenten meegemaakt. Die kwam
ergens in de middag, toevallig was ik er nog. Mijn moeder ging net weg, dus ik was er uiteindelijk alleen met mijn oma bij. Ik vind dat zo bijzonder dat ik dat dan mag meemaken of zo. Ik weet niet. Ik zeg ook, ik vind het echt fijn dat ik hierbij mag zijn. Zegt ze, ja, ik heb geen geheimen. Maar ja, dat je dat meemaakt. Het gesprek waarin de arts toe heeft gezegd tot de euthanasie, dat vind ik best wel heel erg bijzonder. Dus nou ja, ik was bang dat mijn oma best wel nog haar best moest gaan doen om die toestemming te krijgen. Maar dat was helemaal niet zo. Die dokter kent haar ook al jaren. En die zei eigenlijk ook gewoon dat ze het begreep. Het was uiteindelijk wel een gesprek van 50 minuten of zoiets. Maar dat, nou ja, ik heb er kort of lang over praten, dat mag. Gesproken dat de opties er eigenlijk gewoon niet echt meer zijn. Dat ze dit al 11 jaar geleden heeft aangegeven dat als het zover is dat ze dit wil. Dus 3 uur. Dus 3:02:23 om 3 uur. Dus dat is wel mooi. En ik zei tegen oma van, nou, misschien kunnen we dan om 12 uur met z'n allen er zijn. En dat dan nog wel een soort van mooie afsluiting met elkaar. En met lekker eten of wat je ook maar wil. Maar dat moeten we ook allemaal nog bespreken. En dan denk je, we hebben nog kort, maar het is genoeg tijd om dat allemaal nog te bespreken. En de uitzending is natuurlijk pas een week daarna. Dus heb je ook nog tijd. Alleen alles wat je aan oma wil vragen, moet je nu regelen. Het is dinsdagmiddag. Over 10 dagen is ze er. Nu, oh my god, het is nu exact 3 uur, bizar. Over 10 dagen, exact 10 dagen, is ook echt oma nu het spuitje. Ze heeft ook verteld hoe het in zijn werking gaat. En dus besproken dat wij er gewoon mogen zijn. Maar om 3 uur gaan wij dan weg, naar boven, of wandelen, ik denk wandelen. En daarna zien we oma ook niet meer. Kist gaat, ze wordt meegenomen, ambulance, naar een afscheidscentrum of zo. Maar ze wil niet dat we haar lichaam nog kunnen bekijken. Dus dan zien we haar gewoon niet meer. En dat respecteren we ook. Deze auto is echt aan het afstaken. Ik moet trouwens morgen echt mijn APK-keuring gaan doen. Nou, dat. Ze krijgt eerst door de ambulance, niet door de dokter. Die gaan een infuus in haar hand doen. Dat wist ze eigenlijk niet. Dan wordt ze daarna in coma gebracht. En dan gaat de arts haar iets geven waardoor haar spieren verslappen. En uiteindelijk ze daardoor dus sterft. En dat controleert ze ook. Je kon ook bijvoorbeeld inderdaad poeder eten door je vla of zo. Maar het gaat soms ook mis en het duurt heel lang. Dus het kan uren duren voordat je dan gaat. En dan kan het ook nog eens dat het niet gelukt is. Het lijkt me echt verschrikkelijk ook. Dus nou ja, dat was allemaal heel snel geregeld. Dus het is nu zeker dat oma er dan niet meer is. En ik weet niet waarom ik zo kalm en rustig ben. Ik denk gewoon dat ik het begrijp. En dan de week erna, 12:30 of 13:30, doen we dan de uitvaart op dezelfde plek als waar mijn opa zijn uitvaart had. Dus ja, verder, ik wil er ook niet te veel over praten in de vlog, maar ik wil het toch wel delen, want het is wel een heel belangrijk onderdeel van mijn leven nu. Ik wil nog 3 kwartier naar huis rijden en ondertussen ga ik even ergens wat te eten en te drinken halen lekker. En mijn nichtje wilde ook nog dat ik haar belde. Nou, dat. Oh my god, deze kleur is fabulous. Moet je kijken. Wauw, dit is toch super cool. Was het alleen vergeten, volgens mij had ik het laatst ook. De amandelmelk bij Starbucks smaakt heel erg naar amandel. Te veel eigenlijk. Dus ik kan beter voor een neutrale gaan, maar welke dan? En dat havermelk lekkerder is. Ik ben voor een warme gegaan, ik ga nooit voor warm. Omdat ik eigenlijk gewoon niet zo van warme drankjes hou. Maar hij smaakt goed. En ik had even aan ze gevraagd. Ik zeg, elke keer is het anders, dan weer is hij lekker sterk, dan weer is hij heel slap. Hoe kan dat? Dus nou ja, ze moeten gewoon allemaal 4 pompjes matcha in die... Oeh, dit is echt tricky. In die grote doen. Dus ze zegt, proef maar en ik kan hem anders sterk maken voor. Ik zeg, nee, dit is helemaal top. Dit is gewoon sterk. Dus ja, was weer een leuk gesprek bij de Starbucks. En dan zeg ik ook altijd, kost bij jullie een pompje vanille geld? Ze zeggen, ik snap dat je het vraagt. Het is gewoon belachelijk dat het gewoon 85 cent kost voor 1 pompje vanille op zo'n megabeker. Stempel vergeten. Maar ik ga niet terug. Daar heb ik echt geen zin in. Maar dat is gewoon... Hoe doe je dit tijdens het rijden? Ja, dat vind ik echt bizar. Zouden jullie dat doen? Oké, goodbye. Nog een half uur rijden. Hoehoe. Ik ga een thumbnail maken. Eigenlijk ben ik normaal dinsdag altijd om 2:30 thuis. Maar ik heb nu iets van... Ja, even alle andere afspraken zijn wat minder belangrijk dan mijn oma. Want die is er over een week meer. 10 dagen. Hallo. Sinds ik thuis ben heb ik volgens mij niet meer gevlogd, maar ik was een beetje ingestort. In ieder geval, we zijn even naar de Praxis geweest om 2 sierlijsten te kopen. Waarom is die wazig? Voor boven. We hadden niet zo goed tape gebruikt, of ik eigenlijk, voor het verven. Dus het is niet zo heel netjes. Dus toen hadden we, nou, haatte de idee om sierlijsten te doen, waardoor er een soort witte rand komt.
En ze hadden ze dus van piepschuim, super grappig. Dus dat zal ik nog wel even laten zien later deze week. En nu moeten we nog even een klein kwartiertje wachten, want Poesie is natuurlijk een Siberische kat. En zij heeft zo extreem veel klitten. Het gaat gewoon niet meer. Dus er komt een vrouw met een busje hier naartoe gereden. En die gaat dan haar waarschijnlijk scheren op die plekken. Ze gaat eerst proberen om die klitten eruit te krijgen. Maar het is echt niet normaal. Je kan het niet zien. Ik kan het niet laten zien. Maar ze is zeg maar hier bij haar hoofd. Hier kan ik gewoon een hele bal pakken. Gewoon dit. En ze vindt het ook wel lekker als je een beetje masseert. Ze miauwt ook best wel veel in de nacht. Dus we denken ook dat het daardoor komt. Dus zoals komt die vrouw. Maar meestal vindt Poesie het wel lekker als ze naar de dierenarts of zo moet. Ik ben benieuwd. Ik denk niet echt dat ik het kan filmen. Want ze gaat natuurlijk in de bus van die vrouw. Maar misschien wel. Ja. Ze is ook heel aanhankelijk. Dus ik denk dat ze wel heel blij gaat zijn straks. Ik ben benieuwd. We hopen dat ze niet helemaal kaal wordt. Want ze is juist lekker fluffy. De hele tijd knuffelen. Alsof je weet dat wat er gaat gebeuren. Dat je blij bent. Hij heeft eigenlijk geregeld, Poesie. Ze is er. Zal dat dit je baan is? Ik ben echt benieuwd. Maar ik wil vloggen, maar ik durf het niet. Lekker drugs voor jou. Kijk eens, Wavy. Ik mag dus filmen, jongen. Superleuk. Ja. Meestal vindt ze het wel lekker als je er op een soort operatietafel legt. Wij doen het altijd op de strijkplank. Nou, ondertussen ga ik eerst even kennis maken. En dan kan ik ook gelijk even voelen waar het allemaal zit. En het zit precies op de plekken. Standaard onder de oksels. Achter de oren. Waarschijnlijk ook tussen de lissen. Het truc is om de kat dus niet vast te houden. Mm-hmm. Dus ik hou ze altijd tegen, maar niet vast. Ja. Dus niet panieken. Alle nagels gaan dan uit en dan, prettige wedstrijd, maar die win je niet. Nou, ze gaat niet gelijk in de stress. Zit lekker te eten, dat krijgt ze nooit. Helemaal goed. Dus ze is aan het eten. Ja. Ja, dat is gewoon een natuurlijke wortel. Dat is valeriaan. Dat is ook rustgevend. Ja. Nou, gaan we hier beginnen, schat. We moeten toch ergens beginnen. Oh, die fluff. Maar hoe lang duurt het voordat het weer aangroeit? Best lang. Oh, dat gaat echt heel snel. Echt? Ja, dus voorjaar is ze weer helemaal netjes. Oh. Ja. Kijk, dit is jouw fluff. Ik vind ze altijd best wel leuk om dat te ruiken of zo. Dat is één. Goed zo, meisje. Voelt wel lekker, hè? Dat voelt wel lekker, hè? Oh, wat een lief beest, zeg. Ja, niet normaal. Heerlijk. Maar de laatste tijd miauwt ze dus sinds 2 weken of zo in de nacht. En we denken dat het door dit komt. Zou dat kunnen? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja, daar krijg je geen kam meer in. Dat krijg je ook niet meer uitgepluisterd. Ja. Nou, mama zit je gewoon uit te lachen. Echt, hè? Ik vind het grappig, want volgens mij vindt ze het op zich wel lekker. Jeetje, is dit nou extreem wat wij nu hebben? Nee. Gemiddeld? Gemiddeld. Zeker voor deze tijd. Zeker voor deze tijd, want het is buitengewoon echt heel vochtig. Ja. En je hebt binnen de kachel aan. Ons haar raakt al statisch en in de klit. Laat staan dat van die kat. Je doet inderdaad alleen de harde stukken en niet meer of zo. Nou, ik doe altijd eerst wat moet. Oh, En daarna, als het nog mag, doe ik wat ik nog kan doen. Beauty. Maar ze hebben natuurlijk een bepaalde spanningsboog. Kijk, dit. Denk ik dat het bij haar wel meevalt? Spint ze nog steeds niet? Nee, nog niet. Komt wel. Oh. Kijk, deze kant ook. Mag ik die ook? Dankjewel. Wat is dat, meisje? Oh, een soort washand. Gewoon een washand. Ja, ik heb een washand, dus vind ik makkelijker. Je kan ze ook in een doekje. De meeste mensen kennen microvezel wel vanuit de keuken. Gewoon doekjes. We hebben het laatst ook gedaan toen ze een beetje stonk naar kattenbak. Ja. Nou, en als je die een beetje vochtig maakt, dan gaat een microvezeldoekje altijd een beetje kleven. Mm. En als je dan aait, of gewoon met die washand eroverheen, alle losharen die erin zitten, komen daarin. Die zijn toch al dood. Heb ze niet nodig. En het kan ook geen klit meer vormen. Ja, elke dag. Dat mag je iedere dag doen. Zelfs meerdere keren per dag. Ja. Want je beschadigt de vacht niet. Je doet er geen pijn. Dus dat is super. Poesie. Hier zit nog een heel hard dingetje. Dus die wil ik heel even weg hebben. Maar ze vindt dit wel lekker. Ja, dat vindt ze super lekker. En een grove kam. Waarom? Wijdgetand. Omdat je daarmee de ondervacht niet beschadigt. Want die ondervacht, die heeft ze juist zo nodig. Want dat is de voeding. En daar kun je dus
Ja, op deze manier heel voorzichtig en altijd de huid vasthouden. Heel voorzichtig die klitjes eruit. En dan ga ik zo meteen doen hoor. Maar ik doe het even nu voor. Dan heb je maar een klein stukje hier zo. Zo, veel wel. Want wij hebben een klein borsteltje van de dierenarts. En dan deze waarschijnlijk. Die een slikkerborstel. Ook. Ja, dat is het toetje. Zeg ik altijd, dit is de imitatie van de kattentong. En dat doe je eigenlijk ja, als laatste. Maar deze zou ik nou, 2-3 keer in de week maar doen. Echt niet vaker. Dus, Ik vind haar nog best wel schattig met dat kale hoofdje. Oh, poesie, lekker liggen. Dankjewel. Ze denkt dat ze komt er niet onderuit. Ja, misschien denkt ze ook wel het helpt. Of niet? Wacht, dan gaan we jou even kijken of je dit goed vindt. Vind je dit goed? Even kijken. Ja, want die voelde ik al. Ja, daar zit ook een heel erg. Zo, al heel lang ook. Nou ja, een maand of zo. Ik heb nu alleen haar pootje vast. Oké. En ik wil het liefst ja, dat zij gewoon het idee heeft dat zij de controle heeft. Ze kijkt echt. Ja, die huid hier onder de oksel is zo gevoelig. Ja. Nee, als ze echt pijn heeft, dan maakt ze wel geluid. En dat doet ze niet. En ik moest er even onder komen. Kijk. Die oogjes. Goed zo, Evie. Met een babytje. Snacktime. Dit is echt gewoon een snack. Echt helemaal op, hè? Wel echt verwennerij. Ja, dit is gewoon een verwennerij. Gewoon een snackje. Ja. Net als bij mensen een zakje chips, zeg maar. Zo, nou, dan wil ze voor dan altijd hierheen. Het is wel lekker, schat. Nou, poesie. Voor mijn werk doe ik dit ongeveer nu een jaartje. Oh, wel superleuk. Daarvoor deed ik het eigenlijk meer als hobby. Ja. Hé, hey, naaktkat zie ik. Bijna wel, hè? En waarom niet? Want heel veel mensen weten niet hoe het moet. Ja. Hoe zijn de knoggen? Ja, hè? Ja? Eindelijk. Goed zo. Ja. Lekker knoggen. Kijk, nou gaan we de magic happens. Lekker veel. Tot shampoo. Rijstzetmeel. Oh, dat is rijstzetmeel. Ja. Ja, het zit in het doosje van Zwitserland. Zoveel. Maar, ja. En hier krijg je geen klitten van? Door dit te doen. Nee. Oh. Sterker nog. De laatste. Je hebt het werkt als anti-klit. Oh, ze hebben te knorren. Ja, heerlijk is dat, hè? Ze kan echt heerlijk knorren. Hier heb ik er weer eentje. Hilarisch. En nu van voor denk je, oeh, pluizig. En dan erachter is zo helemaal kaal. Zij denkt, dit is echt mijn geluksdag. Ik krijg nooit dit allemaal. Ik moet nog een klein stukje van de kraag doen, zie ik. Nou, deze. Dit. Dit. En dit. En een beetje wolrus aandenken. De poesie ziet er nu uit als een schaap. Die net geschoren is. Als je goed kijkt. Als je niet goed kijkt, lijkt ze gewoon normaal. Ja. Hij schat, ben je blij? Zo goed gedaan. Je bent zo pluizig nu. Kijk. Ja. Ik denk dat ze straks zich heel lekker gaat voelen. En volgens mij is ze nu op zoek naar snackies. Die vond ze wel erg lekker. Vooral de valeriaan. Jongens, ik ben vandaag zo moe dat ik gewoon niet eens tv kan kijken. Het is... Ik denk dat alles er even uitkomt vandaag. Ik weet niet zo goed dat ik mezelf aan moet. Jongens, ik heb gesport. Ik heb vandaag heel weinig gedaan. Ik ben echt weer... we gaan nu die spring rolls maken die we laatst hadden gaan maken. Ik heb weer wat van dit gehaald bij de Jumbo. Dus dit gaat er allemaal in. Dit, je kan eigenlijk doen wat je lekker vindt. Lekker joh, we hebben ook nog kip. Bakzaaikool, wortel, koriander, garnalen, komkommer, avocado, mango. Het heeft heel echt super mooi gesneden. Hier zou ik nooit geduld voor hebben. Wat sausjes, we hebben nog volkoren en normale. Peterselie, munt, noedels. En dan lekker vullen. En dit sausje. Super lekker. Je doet het dus in het water tot hij eigenlijk helemaal zacht is. En dan moet je hem heel goed met twee handen uitpakken, zodat hij niet dubbel gaat. Uh-oh, nee, waarom breekt hij? Huh? Ik had juist toch niet aan gebroken. Oh, dit is een volkoren trouwens. Bij normale en volkoren. Maar deze is echt heel slecht die ik heb. Uh-oh. Lijkt wel een gezichtmasker. Een stukje cucumber. Kommer. Het is een beetje sushi-achtig. Mango. Avocado. Wow, knallen. Oh my god, ja. En hoe strakker je hem dicht wordt, hoe lekker. Heb je al noedels? Oké. Okay.
moet hem wat strakker rollen. Die is echt zo slimy. Volgens mij is het truc om niet te veel te doen. Haas er echt goed in. Ik doe altijd echt. Carrots. En als kruiden ga ik voor munt. Dat vind ik lekker. En nog shrimps. Ik neem 3 shrimps in 1 rol. Ik weet dat ik at dat toen op een gegeven moment echt elke dag bijna, omdat ik het zo lekker vond. Ik wil hem nog voller doen. Dan ga ik eerst, denk ik, het achterkantje dichtklappen die gescheurd is. Dan, Oké, dit is echt te moeilijk. We zijn geen masters natuurlijk, nog. Oeh! Ik weet dat de truc was dat je niet de dikkere vellen deed. Maar deze was gescheurd. Maar oké, dit is hem geworden. Kan nog wel wat strakker. Als hij mislukt is, kan je hem gewoon nog een keer plakken. Oh, nu gaat hij er doorheen. Nou, oké. Ik heb deze super lekkere chili saus met mango. Jij hebt van mango. En ananas. Teleurstelling. Oké, laten we het proeven. Met sushi. Ja, ik ga het proeven. Ik vind het echt lekker. Oké, dus mijn pakketje van Sophia mee wordt net bezorgd om 8 uur. En ik had echt verwacht dat het vet mooi ingepakt zou zijn ofzo, maar totaal niet. Het zit gewoon in een doos en dan wel met Sophia mee tape, maar het lijkt er wel gewoon ingegooid. Ik dacht echt, dit is super fancy ingepakt. Dit is sowieso gedeukt, maar oké. Ik heb meer, en het is trouwens heel dun. Ja, het kost echt heel veel geld, hè. En dan moet je zelf nog even die spray erin doen. Ik heb ook een tester gekregen, dat stond er ook bij. Dit is dan een kussensloop, very overpriced. En de spray, super mooi wel. Ik ga zo verder filmen, maar ik wilde hier eigenlijk helemaal nooit iets bestellen. Alleen ik lag in bed bij mijn ouders, ik kon niet slapen. Ik verveelde me en toen zag ik korting. En toen dacht ik ga gewoon een keer bestellen, want ik ben gewoon nieuwsgierig. Dus dat heb ik gedaan. En het is echt bizar hoeveel geld ze ervoor vragen. Oeh. Ik ga even naar boven en ik ga zo verder laten zien. Oké, ben ik weer. Dat was even mijn first impression. Ik ben benieuwd of jullie dan ook iets hebben van, ja, je verwacht dat het echt zo'n mooie doos zit ofzo. Maar iedereen is helemaal hyped. Als jullie weten, hou ik er best wel van om gewoon geld uit te geven aan lekkere goodies en zo. Maar meestal ben ik meer juist van de, weet je, DM. Gewoon lekker juist wat goedkopere dingetjes ofzo. Nou ja, Bath & Body Works vind ik ook leuk. Lush ook. Maar ik ben niet iemand die dan dit per se heel graag wil hebben. Maar ik lag dus in bed bij mijn ouders. Ik kon niet slapen. Ik had op Instagram en toen zag ik die korting van 15%, helemaal niet zoveel. Maar toen zei ze er ook bij, ja, we doen nooit kortingen. En toen dacht ik ben gewoon door die hype zo benieuwd dat ik het gewoon ga kopen. Ik ben gewoon vooral nieuwsgierig of het dus zo geweldig is. Want iedereen zegt het en denk ik, niet iedereen. Het moet wel goed zijn als letterlijk iedereen zo dol is. Dus dit is een van de producten waar iedereen helemaal lyrisch over is. Maar het is dus in ieder geval niet een hele luxe verpakking ofzo, dat dacht ik. Het ruikt wel lekker. Nou. Het ruikt een beetje naar oma's wc. Niet mijn oma, een oma. Ik heb hier niet zoveel mee. Ah joh, het was maar 40. Het was iets van 100 euro bij elkaar. Ik vind het niet zo lekker ruiken. Het ruikt echt naar oude vrouwen. Naar hotel. Oh. Nou, dan heb ik ook nog. Ik ben benieuwd of ik deze dan lekkerder vind. Ik hoop het niet, want die heb ik natuurlijk niet. Oh. Ja, ik denk ook, ze heeft natuurlijk dit met heel veel liefde en passie wel samengesteld. Maar volgens mij zit er gewoon een team achter die dit gewoon maakt. Oh nee, dat vind ik ook niet lekker. Kussensloop. Dit ziet er wel super mooi uit. Maar dat zag ik al dat het er zo uitzag. Vind je het hier nu lekker ruiken? Oh, gelukkig. Ja, dit is een kussensloop die aan de ene kant silk heeft, wat dus gewoon heel goed is. En aan de andere kant iets van 3 keer meer ademend materiaal. Het is wel mooi hoor. Maar het is echt idioot. Dit kost 65 euro voor één kussensloop.
En ik had dan zo'n bundel. Dus uiteindelijk was ik 66 prijs voor dit kussenstel en die spray. Maar volgens mij is die veel te groot voor mijn kussen. Dit is wel mooi. Silk. En dit is wel echt heel lekker zacht, dat wel. Oeh, ik krijg een beetje hoofdpijn van deze geur. Het was dus vanille en musk en zo, dus ik dacht dat ik het wel lekker zou vinden. Vanille, amber en musk. Nou ja, ze doet het in ieder geval heel goed, want ze heeft mega veel bestellingen. En iedereen is helemaal nieuw, dus dat is top. Ja, dit is niet zo mijn ding. Ik was dus gewoon heel erg benieuwd naar de hype, wat ik al zei. Deze spray ga ik dan later even testen, maar hier is ook iedereen heel lyrisch over. Hiervan had ik ook een review gezien van haarzelf, dat haar echt zo boom ging. En het is niet dat dat mijn daily style is, maar hier was ik dus ook heel benieuwd naar. Dus het is een dry shampoo die heel veel volume geeft. Mooi wel. Dit is wel mooi om neer te zetten. Snap ik wel dat mensen dit helemaal leuk vinden. Dus die komt later. Trouwens, je ziet toch ook dat mensen dit gebruiken als decor. Dat ze zeggen van, eerst op Funda zag je overal geurstokjes en nu zie je overal Sophia mee. Dat is grappig. Die boek heb ik trouwens een keer gekocht, maar nog nooit gebruikt. Oké, nu time to chill. Ik ga in deze zon zitten. Heerlijk. Laten we even touwtjes springen. Oh, dit is trouwens het spel wat we speelden, wat ik vorige week zei. Het is wel echt leuk hoor. Ik vind het... Ja, we zijn dan met z'n drieën en dan... Je kan niet echt tegelijkertijd naar dat kaartje goed kijken. Echt met max 2. Het is natuurlijk super klein. Dan moet je allemaal dingen oplossen en zo. Dus nou, maar het is wel... Het is leuk. Maar het is niet dat ik zeg, wauw, geweldig. Maar ze vonden het weer thuis wel leuk. Coffee time. Weet jullie trouwens dat als je er tegenaan houdt... Dat je meteen aan moet zetten. Want anders gaat het verbranden. Dat heb ik geleerd in de horeca. Hey, hey, hey. Oké, eerst even snel deze vaatwasser uitruimen. En dan koffie en zonnetje. Ik ben eens voor havermelk gegaan, jongens. Ondanks alles. Ik vind het gewoon niet lekker, die melk. Ik hou al niet heel erg van koffie. Ja. Nou ja, ik merk natuurlijk ook niet echt iets dat ik geen havermelk moet drinken. Maar dat doe ik pas een week. Het is ook veel lekkerder schuim met haver. Nou, vandaag even haver. Oké, tijd voor ontbijt. Het is al 2:30. Maar ik probeer zo lang mogelijk even niet te eten. Gewoon beginnen met een koffietje. En dan pas als ik echt trek krijg te eten. En dat is nu. Ik was natuurlijk ook laat wakker. Ik heb nu dus van de Jumbo lactosevrije magere yoghurt. Heel dun, best wel nasty. Maar ze hadden daar geen kwark. Doe mij dan toch maar kwark. Het lijkt net water. Ik heb volgens mij pas 1 keer gezongen sinds ik dit ding heb. 2 keer. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stap met je voeten, je handen in je zij. Ik ben ik en jij bent jij. Ja, ja. Die ballon zie je ook overal in de vlog op een andere plek. Die blijft gewoon goed. Super grappig, is nog van het feestje. But what are we going to sing? Willen jullie misschien een liedje in de reacties zetten? Het lijkt me echt super leuk dat ik dan elke vlog een klein liedje... Nou ja, het zijn altijd echt een paar secondes, maar anders krijg ik copyright claims als ik dat doe. Ik ben nog de hele tijd bezig trouwens met mijn jurist. Ik stop dus met 35, maar het is nog niet helemaal rond. Nog steeds niet. Dus we zijn nog steeds een beetje in de laatste onderhandelingen, zeg maar. Niks ergs hoor, dat is gewoon normaal. Allebei met een jurist en over en weer aan mailen bijna elke dag. Dat kost ook best wel veel tijd voor ons allebei. Zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas. Kijkt uit het raam en ze vraagt zich af. Gaat het liedje zo zelfs snel? Wat als ze morgen besluit niet te schuilen naar beter? Het liek voor haar ware gezicht eruit. Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze huilt en nu. Kitten. Wie noemt zijn kat ook kitten, terwijl het geen kitten is? Kitten. Poesie. Hier, kom maar liggen. Hi. Goedemorgen, het is pas 4:00 middags en je komt nu pas uit je bed, oké? Kom maar tegen mij liggen. Kom maar. Ja, kom maar. Kom maar, poesie. Kom maar. Kijk dit, jongens. Ja.
Ja, je bent een kaal lammetje. Je bent zo zacht door het rijstmeel. Ja. Huh? Het ding gaat uit. Ik heb dus deze fotoboek laatst allemaal bekeken, maar ik vind het leuk om een paar dingetjes aan jullie te laten zien. Nou. Hier woonde ik dus vroeger. Vanaf wanneer? Ergens op de basisschool tot en met groep 8. Dit was echt mijn favoriete feestje op aarde. Het Kinderkookcafé in Amsterdam. Zo leuk. We hadden dus vroeger een skelter. Ook echt leuk. Dit is mijn oma, niet mijn biologische oma. Zij is overleden. Dat is zeg maar de mevrouw die mijn vader heeft opgevoed. Dus voor hem was het echt zijn moeder. Zijn echte moeder leeft dus nog. En de moeder van mijn moeder die leeft nog maar een week. Ah, cute. Hi Boezie. Leuk, hè? En dit vond ik dus heel erg treurig. Want dit wilde ik zo graag ook kunnen maken. Dit is de moeder van mijn oma. Die is er niet meer. En ik wilde zo graag dat dit meisje hier ook een kindje had. En dat ze met z'n vieren op de foto hadden gekund. Dat is dit voor een lelijk shot. Maar helaas gaat dat nooit gebeuren. Straks zijn alleen wij er nog. Jammer. Maar ik vind het echt geweldig dat mijn moeder dit heeft gemaakt allemaal, deze album. Hier, 4 generaties vrouwen, oudste dochters. Ze heeft dus voor ons allebei fotoboeken gemaakt. Wat een werk. Kijk naar hoe lief. Ik en mijn broertje. Het huis in Zuid-Frankrijk, opa en oma. Opa. Soms waren we wel goede vrienden, Olivier en ik, maar heel vaak hadden we ook ruzie. Lekker koepie ook. We waren altijd zo bruin. Zo leuk, die echte foto's. En ik word helemaal gek van deze nagels. Ik kan helemaal niks omdraaien. Enige waar ik ooit op durf, want ik durf echt niks verder qua achtbanen en zo. Nou, zo zaten we altijd lekker te lunchen. Nou, niet altijd. Af en toe met ski. Dit is dus dat spel wat ik nog met mijn oma had willen spelen. Maar jong, is er iemand die dit spel kent? Dit heb ik dus geërfd, zeg maar. Ik heb die al best wel lang hier thuis staan. Ik hoop dat ik dat later ook ga spelen. Oh, hier voelde ik me zo ongelukkig. Ik ben dus altijd 7 geweest. Dat kan je ook wel zien. Ik vond het verschrikkelijk dit. Mijn moeder vond het prachtig. Oma. Grappig, dit is dus mijn oom die in India woont. Dit was zijn vrouw. Waarmee hij een kindje heeft gemaakt. Kaya, mijn nichtje uit Israël. Die waren toen helemaal happy. Kijk, Olivier. Kijk hoe knap mijn moeder is, hè. Echt wauw. Huis in Zuid-Frankrijk. Daar woont mijn tante nu een groot deel van de tijd. Die hebben dat huis. Dit huis had mijn moeder gekregen, maar die hebben ze dus verkocht. Helaas. Deze tuin was zo bizar groot. Niet normaal. Dit was mijn eigen slaapkamer. Lekker zingen. Altijd aan het zingen. Ik zei nog tegen mijn moeder, kijk hoe slecht mijn houding hier was. Dit is ook weer zo'n wat ik verschrikkelijk vond. Kijk onze trap. We hadden gewoon rood fluweel op de trap. Is dat normaal? Wow. Deze vind ik leuk. Altijd vogels. Lief. Hier kwam er dus een bosbrand. Nou, dit ben ik met een beeld van Maaike. Kijk, moesten we dus echt vluchten, zeg maar. Nou, niet eens dit. Echt vluchten uit het huis. We moesten de vriezer leeg eten van oma, want de stroom ging eraf. Mochten we al het ijs opeten. Dat was echt een leuke herinnering eraan, want het was natuurlijk niet zo leuk. Zo, moesten we hier schuilen onder een brug. Dat was spannend. Hier was ik voor mijn doen echt slank. Want ik had altijd wel echt een buik. Ik wou dat ik zo'n buikje had. Hier was ik gewoon heel erg lekker veel aan het sporten, denk ik. Lekker zeilen, bewegen, zon, vakantie. Heerlijk. Ik en opa. En dan gaan we ver terug de tijd in. Oma en ik. Oh, kijk het. Leuk, hè? Hebben jullie ook zulke albums? Ik ben echt heel dankbaar dat mijn moeder dit gedaan heeft. Zoveel leuker dan hoe wij dat nu doen met al die stomme telefoons. Ik met de moeder van mijn vader. En dus de stief, nou ja, adoptiemoeder. Ziet er mooi uit daar ook. Cute. De kleding. Nou. Dit is echt heel schattig. Dit vind ik echt hilarisch. Een hap van een blad sla met zure dressing. Toch geweldig. Kijk dit. Ook echt een prachtige foto dit. De band van papa. Kleine melummel daar. Nou. Wat is dit? Zo cutie. 16 maanden. Oh, dit vind ik echt een prachtige foto ook. Schattig. Ik
vind mijn moeder echt fabulous. Is ze koud? Oh. Huilen. Schattig. Huh? Kijk dit. Het lijkt alsof ik zweef. Deze foto klopt niet. Waar sta ik? Het kan niet dat mijn moeder me tilt. Toch? Hè? Tilt mijn moeder me hierop? Nee, toch? Kan dit? Lief. Hé, madeliefjes. Toch? Of zijn het geen madeliefjes? Jawel. Denken jullie dat ik lijk op mezelf eigenlijk? Hey, skiën. Hockey. Oma. Ja, dunne darmontsteking. Schattig. Hé, Maaike was er ook. Doe meteen al een feestje. Nee, het zal altijd tussen zitten. Maar toen had ik dus wel in hetzelfde jaar ook mijn been gebroken. Ja. Lekker. Pechjaartje. Ja. Allemaal mooie tekeningen. Er zit echt een super grappige tussen trouwens. Lieve Marius, ik houd van jou. Een dikke kus van Charlotte. Maar ergens staat ook iets van... Hier, dit doet ook echt elk kind, hè? Voor mama. Krul, goed. Ik dacht dat ik heel mooi kon schrijven, maar ik vind dit niet zo heel mooi. Wie weet wie deze Pokémon is. Kijk, dit is echt hilarisch. Lieve Sofie, ik wou dat je mijn kind was. Ik wou toen al zo graag moeder worden, dat ik gewoon wou dat mijn beste vriendin mijn kind was. Echt raar. Nou, dan nog wat baby pictures. Een geboortekaartje. Tot 14:30, schappig. Meestal zeg je hoe laat mensen mogen komen. Tot. Welke dag dan? Rare kaart eigenlijk dan. Oké, nu heb ik geen zin meer. Dit was het. I hope you liked to see this. Goodbye. Ga ik met Inger naar mama toe. En ik wil vragen of jij dan mee wil naar de kapper. Hoezo? Omdat ik heel moeilijk vind om te zeggen hoe je iemand haar moet knippen. Dat weet een kapper hoor. Ja, maar dan wordt het misschien toch ook weer heel anders of zo. Vind jij het niet leuk om dan even mee te gaan met mij? Want jij bent dan ook bij ons. Het is 6:00. Ik heb net gedoucht. Ik ben er niet voor uit te branden. Het is niet normaal. Ik vond het heel moeilijk om daar aan toe te geven. Dan denk ik echt, jeetje, ga wat doen met je leven. Maar ik ben gewoon kapot van alles. Ik ga nu mijn auto naar de APK brengen. Want ik heb natuurlijk geen zin om dat morgenochtend te doen. 8:00 ochtends. Dus ik ga hem nu vast brengen. En dan heb ik besloten om terug te gaan rennen. Dat is 1,5 kilometer. Hey. Dus oké, let's do it. Ik ga even die Sophia meetesten. Ik voel me best wel goor. Ik heb mijn haar 3 dagen geleden gewassen, maar het voelt niet zo lekker. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ik ga het nog goorder voelen, maar dan ga ik het toch morgen wassen. Nu even het raam open. Het ruikt naar, een beetje naar haarlak. Het zou dus niet kleverig moeten zijn. Ik heb een gek op droog shampoo. Oh god, wat is dit? Oh, verschrikkelijk. Oh, wat erg. Oh, het wordt helemaal touw. Oh my god, ik ben echt niet fan van Sophia mee. Oh, wat erg dit. Is er iemand die de producten wil overnemen misschien? Oh ja, heel leuk als je volume wil. Het is wel best. Oh, het is helemaal stug en vies. Oh my god. Nee, sorry. Echt, I love Monica Geuze. Maar dit is echt verschrikkelijk allemaal. Niks voor mij. Oké, voor de complete review even negeren dat ik echt gek word van dit gevoel. Ik kan hier dus dieper met mijn handen door mijn haar, omdat het helemaal touw is. Maar... Ik kan hier even zien wat dat qua volume doet. Ja, als het touw wordt, is het logisch dat je volume krijgt. Wow, ja. Dit had ik dus wel verwacht, maar je hebt heel veel van die suikerspin. Het is niet extreem suikerspin hoor, ik heb erger gehad. Erachter in je haar oké, maar hier verschrikkelijk. Het maakt het gewoon helemaal stug. Doe mij maar normale droog shampoo. Die geeft ook een beetje volume. Als je hiervan houdt, dan is het fantastisch. Maar ik dacht dat ze in dat filmpje zei dat het niet vies voelde. Ik kan je niet tegen, maar that's me. Oké, let's go run en auto brengen. Ik ben thuisgekomen als een ander mens. Het is ook echt al 8:00, 2:00 later.
even op Instagram ben ik even wat leuke woezie action dingen aan het plaatsen die ik niet gekocht heb. Maar ik kom thuis en ik denk, waarom zit hier zo'n zooi? Waarom heb ik de vaatwasser nog niet gedaan? Dat gewoon echt eerder naar buiten moeten gaan. Ja. Kijk Poesie, dit is een lekker zeepje. Wat ruik jij? Biefstuk? Hi, ik voel me dus echt als herboren. Het was heerlijk en ik ben tussendoor dus naar de Lidl gegaan. Dus daardoor heb ik wel minder lang gerend. Dan moest ik op de terugweg 5 minuten lopen met boodschappen. Maar voor een eerste keer was het goed. En nu heb ik helemaal meteen zin om lekker gezond te doen. Dus, oh, hi. Zo dom, maar ik vergeet steeds. Krachttraining vind ik chill. Maar door cardio, rennen, ga ik me gewoon echt zo goed voelen. Niet normaal. Ik heb alleen een beetje een koude keel. Nou, ik wilde dus een lekkere salade maken met babyspinazie. Helemaal heerlijk. Na het sporten zeg maar, van krachttraining heb ik niet per se dat gevoel van, oh my god, ik wil gezond doen. Dan heb ik juist eigenlijk honger. En na rennen heb ik altijd helemaal weer zin in een gezonde levensstijl. Dus dat is echt zo blij. Nou, ik had super veel zin in een Griekse salade. Heel lang niet gegeten, dus ik heb lekker deze olijven. Ik mis het nu al dat ik geen inkoop meer hoef te doen voor 35. Want ik zag echt super leuke dingen ook weer. Ik deed altijd overal nergens inkopen. Ik zocht overal de lekkerste spullen. En ik heb dan dus ook zeg maar zo'n vette. Dus dat. Dan heb ik nog komkommer en tomaatjes in de koelkast liggen. Shallotjes vond ik te zwaar om te tillen. En dan lekker met babyspinazie. Deze knoflookbollen. Geweldig. Het heeft echt zoveel tijd gescheeld bij 35 om dat dit zoveel werk scheelt. Ik wil het eigenlijk niet eens zeggen, want dan weet ik gewoon als ik naar de supermarkt ga dat het op is. Dat heb ik altijd. Kijk, het is echt niet dat ik zoveel volgers heb, maar als ik dingen promote, zijn ze daarna altijd niet te krijgen. Ik zweer het, ik maak geen grap. Je snijdt 2 keer het kontje eraf en de schil is eraf. Het is geweldig. Ja, pesto voor als we weer zin hebben in pasta pesto. Ik heb net een gemberschotje gedronken tijdens na het rennen en deze heb ik ook weer even gehaald. 1 banaan en lekker weer wat gember en kurkuma's, zodat ik daar thee van kan maken. Dit vind ik heel altijd super lekker, wat we ook in Duitsland hadden gekocht. En dan nog een lekkere bio belegen organic geitenkaas, heerlijk. En een van mijn favorieten, een nachi peer. Zijn wel 1 euro per stuk, is wel duur. En dan ga ik ook nog heerlijk biefstukpuntjes eten. Helemaal zin in. Ruik jij dan? Tuurlijk, ze gaat het plastic likken. Poesie. Poes, dit is vies, schatje. Ja, ik zocht een likmatje bij de Action, maar ze hadden het niet. Ja, je hebt genoeg om aan te likken, lieve kleine witte bal, die extreem zacht is. Niet normaal hoe zacht zij is sinds de... Ze vindt het volgens mij ook helemaal fantastisch dat ze nu een soort van naaktkrat is. Als alles goed kan. Nee, je mag niet likken daaraan. Oh, ze is zo schattig. Kijk, het lammetje. Jij bent een lammetje in de wei. Ja. Ik herinner mij dus trouwens ineens dat ik van hardlopen heel veel pijn aan mijn knieën kreeg. En van salades heel veel pijn aan mijn buik. Dus dat zijn mijn redenen waarom ik het was gestopt. Maar deze salade is wel insane hoor, die ik aan het maken ben. Dat is echt next level. Nou ja, next level. Valt echt wel mee, maar ik bedoel, hij is wel echt lekker. Onderop heb ik dan heel veel babyspinazie. Dan heb ik nog wat julienne wortelreepjes gedaan, want die moeten op. 2 hele tomaten in blokjes gesneden en nog wat van die snoeptomaatjes. Dan komkommer, daar haal ik altijd de zaadluisten uit en die eet ik gewoon op. Vind ik lekkerder in zo'n salade. Een beetje zoete witte ui, soort van grof gesnipperd. Dan die biefstukpuntjes. En dan doe ik al zout en peper erop. En ik, olijfolie sowieso, ik weet niet. Ik denk dat ik een beetje, ja, ik doe gewoon milde olijfolie. Soms vind ik extra virgin ook lekker, maar dat is wel bitter. Zo, lekker veel feta. En ik weet niet of ik ook voor balsamico ga hierbij. Beetje misschien. Dit is echt heerlijk, dat uitje erbij is ook echt super lekker. Hi. Even kijken, ik ben aan het nagelopen voor APK. Ja. Rechts voor wielager moet vervangen worden. Oké. Rechts voor stuurkoper moet vervangen worden. En ruitwissers voor. De ruitwissers moeten vervangen? Ja. Oké, en want als ik zeg maar rijd, dan hoor ik een beetje een soort van gek geluidje. Dat is de rechts voor wielager die kapot is. Oh, en, ja. En dat, wat gaat dat kosten? Totaal, al het inclusief mijn arbeid, 310. 310? Oh my god, mijn favoriete lied. Ik hoopte al dat ze dat ging doen. Hi, ik heb lekker een haarmasker van Olaplex
vast ingedaan voor in de nacht. Ik heb vandaag expres niet gevlogd, maar lekker op Insta gedaan. Want deze vlog is al een uur. Dus ik dacht, het wordt veel te lang. Ik heb echt een lekker dagje gehad. Ik ging om 12 uur weg. Lekker gefietst, naar de stad geweest. Ja, shopverslaafd. Het kan me echt een worst wezen. Het zal me een worst wezen, het kan me niks schelen. Heel leuk ingekocht bij Flying Tiger. Maar die ga ik ook lekker volgende vlog laten zien. Want het wordt veel te veel. Gesport. Gewoon lekker weg geweest. Niet moe, heerlijk. Haast nu sporten. We hebben net samen gegeten. Nu ben ik lekker mini-stars aan het kijken. Ik ga even lekker zingen. Dus wow, ik moet gewoon niet vloggen. Omdat ik te veel heb. Very nice. Nee, ik heb op Instagram... Ik denk dat ik daar ook steeds wat actiever word. Dus volg me daar vooral ook. En ik ben lekker aan het chillen. Wat ik dus het leukst vind bij zingen. Een liedje zingen die ik niet heb geoefend. En dan gewoon zingen. En dan... Ik hou er dus meer van dan oefenen. Alleen soms kies ik dan een liedje. En dan denk ik, ik weet echt helemaal niet hoe die gaat. Wanting far too much for far too long. Wist je dat mijn vader dit nummer heeft geschreven? Ja, ja. That's the truth. Eindeloos in mijn armen samen in het gras. Nooit heb ik geweten dat wat ik zocht ben jij. Als je slaapt en ik heel leven niet met jou kan zijn. Zie je, dan kan ik wel zo, maar dat is, mensen willen, maar ja. Maar je ogen, ze blijven droog. Dit liedje had ik met Rieke gezongen met Oud en Nieuw. Dat was echt leuk. Als je dronken bent, gaat het trouwens wel beter zingen. I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad. I've got gadgets and good spells and plenty. You want thing of loves? I've got 20. Yeah, it's pretty clear, I know stars too. But I can shake it, check it, like I'm supposed to. Nee, ik zit niet goed. Na, 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 na. We know this shit ain't real. Ik ken de tekst niet. I'll be sleeping on the left side of the bed. Open doors for me and you. Make some kids, brown, brown. Have a dirty mind. Just be a classic guy. Buy me a ring, buy me a ring, babe. Okay, doei. Hallo jongens, wij zijn op weg naar oma en ik heb deze trui die ik dus had gekocht in het roze, groen en antraciet aan. Hij is echt best wel chill. Het is alleen best wel warm vandaag, dus dit was een leuk licht kleurtje, maar het is natuurlijk toch wel heet. En ik heb oma's ketting eronder gedaan. Je ziet hem niet, maar ik vond het wel mooi om hem, ook nu ze nog leeft, zeg maar, nog om te hebben. En ik dacht dat het heel druk zou worden, maar als het goed is, zijn we lekker alleen met oma, dus dat vind ik wel fijn. En we moeten dus ook nog wat dingen doorspreken voor de begrafenis. Het is trouwens nog een van de dingen die ik had gekocht. Ik heb hem nog niet gevuld met water, maar deze fles. De rest laat ik dus volgende vlog zien. Hij is super leuk. Hij was wel best duur, vond ik, 10 euro. Heel random heb ik dit mee voor oma en geen idee of ze het wil. Maar dat had ik thuis nog liggen en de meeste houdt ze er wel van. En dan gaan we daarna naar mijn ouders en als een Olivier en Melissa er ook. En ik hoop dat we nog even lekker een beetje buiten kunnen wandelen. Maar oma klonk wel slecht aan de telefoon. Dus ik heb geen idee hoeveel kracht ze heeft überhaupt om te kletsen en dingen te doen. Meestal als we er zijn voelt ze zich wel beter. Maar ik denk nu ze weet dat het zeg maar bijna voorbij is. Dat ze misschien ook sneller wat zwakker wordt. Omdat ze niet meer echt hoeft te vechten, weet je wel. Dus nou, we gaan het zien. Lekker dat de zon nog schijnt, hè? En ik ga me nou gezond voelen. Nou, ik voel het echt als ik zon in mijn gezicht heb gehad, dat ik dan meer energie heb. Hey, andere auto. Haha, het is echt al super laat. En dat is echt weer super fijn bij oma. Kan ik hier beter filmen? Nee, hè? Even wennen, want dit stuur is echt super zwaar. En ik zit heel hoog. Maar oké. Wel heel leuk, want ik heb dus vrienden van mijn oma gezien die inmiddels een jaar in Nederland wonen. Maar die wonen in Frankrijk, Zuid-Frankrijk. En daar was ik een keertje in mijn eentje op vakantie en toen waren zij er, dus had ik best wel een goede band met ze opgebouwd. En ik heb ze sindsdien nooit meer gezien en die kwamen nu ook op bezoek, dus dat was wel heel leuk. En verder was het gewoon heel fijn dat Hilde er ook bij was. Hij is niet snel emotioneel, maar hij had het ook echt moeilijker mee. En mijn oma zei bijvoorbeeld nog van, dag jongen, en ik ben blij dat je mijn kleindochter zo gelukkig maakt. Hij is er vrijdag ook bij de euthanasie, maar dan is het natuurlijk heel druk. We hebben nog lekker haring voor haar gehaald en paling. We hebben boven in het zonnetje gezeten. Mijn moeder was er.
Inger was er, dus mijn verstandelijk beperkte tante. Die heeft ook nog gehelpt. Dat was gewoon weer heel fijn. En ik weet wel dat ik echt nog heel graag voor vrijdag nog een keer wil gaan. Je merkt gewoon dat, dat we het allebei heel fijn vinden. Om daar nog samen te zijn. Dat vind ik ook fijn. Ik zeg, wil je dat ik ga? Zij zei, nee. En dan kom je dinsdag weer. Dus dat zegt oma echt niet als ze het niet wil. Dus dat vind ik gewoon heel fijn. Nu naar mijn ouders. Daar zijn Oliver en Melissa ook. Dus dan even lekker borrelen. En eventjes ontspannen. Ik heb echt zware hoofdpijn van... Weet ik niet. Maar I'm doing well. Het gaat goed. Het gaat prima. Ik ben gewoon heel blij met hoe het zeg maar... Hoe ik afscheid kan nemen van oma. Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik ook door de zaak nu zoveel tijd heb om haar te zien. En dat onze band gewoon zo goed is. En dat dat gewoon zo erg bevestigd wordt. Dat doet me echt goed. Ik ben daar heel erg blij mee. En dat is een boekje gegeven met kerst voor de dochter van mijn vriend. Ik heb dat nog niet echt benoemd. Mijn vriend heeft een dochtertje. Ik kan over haar niks zeggen en niks delen. Maar ik kan wel gewoon zeggen dat ze bestaat. Want dat is anders super vaag en onduidelijk. Maar ze had een heel leuk boekje aan haar gegeven. En ik had dus aan mijn oma gevraagd. Dat boekje hebben we tot nu toe elke avond gelezen. En toevallig is woensdagavond... gaan we het allerlaatste verhaaltje lezen en dan is hij uit. En dat vind ik best wel symbolisch, omdat natuurlijk 2 dagen later is je oma er niet meer. Maar ik had meegenomen en gevraagd of ze daar even in wilde schrijven dat het boekje voor haar is. En voor de toekomstige kleinkinderen die ze nooit zal ontmoeten. Dat vond ik gewoon zo'n mooie gedachte dat ik dat dan later ook aan mijn eigen kinderen dus voorlees. En dat er dan nog in staat. Ik vind zeg maar schrijven in een boek vind ik heel mooi. Dus ik had het laatst ook al gevraagd of ze in die Rubik's Cup doos wilden schrijven, maar dat is maar een doos. Maar een boekje waar iets in geschreven staat vind ik helemaal, ja, vind ik gewoon prachtig. Boeken kan je ook altijd bewaren. De doos maakt heel naar geluid. Dus dat... Kijk, is toch super mooi. Niet heel netjes geschreven, maar wel heel mooi. Oh, trouwens, het ging best wel slecht met oma. Toen ik binnenkwam schrok ik, want haar ogen stonden compleet anders. En daar kan je natuurlijk heel veel aan zien in iemands ogen. Heel veel pijn en je zag gewoon, het is klaar, zeg maar, bijna. Ze is ook al sinds woensdag niet buiten geweest. Ik was elke dag buiten, ze kan niet meer naar de wc. Het is echt aan het aftaken. Dat zei ik ook, nou, misschien omdat je weet dat je kan gaan over een paar dagen. Dat daarom je lichaam het opgeeft nu ook, of zo. Ze heeft zo ontzettend veel pijn, maar dat vind ik zo mooi om te zien. Dat elke keer als ik ben geweest, of als we zijn geweest, dan klaart ze weer helemaal op. En nu was ze moe van alles, van alle mensen, maar... De blik in haar ogen was er wel weer. En dat doet er dan echt goed. En dat is wel heel fijn om te zien dat het langskomen en zo. En die afleiding daar in die zin dat het gewoon haar zo goed doet. Want ik schrok heel erg en heel ook toen we er zagen van wow. Dat ze ook zei eigenlijk is... Ze zei ook van ja, eigenlijk is vrijdag gewoon te laat, weet je wel. Maar ik denk als ze zo omringd met liefde nog wordt dat ze het dan wel gewoon nog kan volhouden. Maar dit is hard. Hallo. Nou, wel eikesje. Hi. Oh, wat betekent dat? Waarschijnlijk heeft hij iets. Hij is weer kikkoesveren opgegeten. Lekker! Is er nog een bepaald. Ja, die met de tomaten van mama. Nee, alleen waar de tomaat op zit is van deze. Hoe zou dat? Wauw! Er zit bijna dressing op zit. Olivier, heb je gehoord? Melissa ging kak praten toen ze jou leerde kennen. Mag ik heel eventjes dat papa even vertelt wat ze in een salade zit? Good boy! Good boy! Wat zit met nou? Even vertel maar, Robin. Huh? Vinden mensen leuk? Mama? Oké, nou, er zitten geroosterde parelcouscous. Dus ik heb het eerst geroosterd en daarna laten bellen. Ja? Er zit mango in, er zit geroosterde paprika in, er zit avocado in, sla, komkommer, er zitten... Banaan. Bananenchips zitten erop. Er zit een tahine dressing met pijnappel. Nee, je zegt heel vaak met, granaatappelmelassen. Kun je eruit knippen? Wat zeg ik? Te vaak maar ik kan ze eruit knippen. Grapje. Ja, dan hebben we geroosterde sinaasappel. Met tahine en granaatappelmelassen. Ja. En dat was het eigenlijk. Nee, geroosterde sinaasappel of zo? Of zo? Huh? Dit? Wat is dit dan? Nee, dit is... Oh, sorry, ja. Geroosterde pompoen. Oh, en dan hebben we nog granaatappel. En wat zijn deze watches? Dit is geroosterde paal. Dat is roasted paracuscus. Ja. Mango. Mango. Nou, eet smakelijk, Teddy. Eet smakelijk, Teddy. Oh.
Vlees heb je toch? Lekkere lasagne, ja, lekker. Lekker, lekker. Het is al bijna 12 uur, jongens. We zijn kwart over 12 thuis, super laat. Dat is wel heel gezellig. En morgen hoop ik dat we iets van een klusdagje of zo een beetje kunnen hebben. Ik denk dat het gaat super snel. Ik zie jullie morgen. Doei. Hi, ik ben heel slow vandaag en een beetje chagrijnig en ik word helemaal gek van de zooi in ons huis. Ken je dat? Dan heb je soms echt zo'n aanval. En we zijn nu even in de Quantum voor gordijnen. Ik zie deze bank, ik wil echt deze bank in mijn kantoor, maar het kan natuurlijk echt totaal niet. Dat snap ik ook wel. Oh, er staat ook letterlijk niet bij welke het is. Chill. Mooi deze. Super mooie stofjes. Bij de HEMA zijn we nu. En dit is weer Charlotte uit de toekomst, zoals altijd. Ik ga de week nog hierbij afsluiten. Ik ben ziek op dit moment. Bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. En ik zie je bij de volgende. Doei.